Yo Melfam en welkom terug bij een nieuwe Horror Zaterdag. Ik ben natuurlijk Melvin en vandaag heb ik een soort van verboden horrorspelletje op het programma staan. Dit spel is ongeveer een jaar geleden uitgebracht, kon maar 2 dagen gedownload worden en toen BAM! Was hij verwijderd, want er waren allemaal copyright issues en die man had allemaal dingen gebruikt dat hij niet mocht gebruiken en ja, toen heeft hij alles letterlijk geschrapt. Gelukkig heb ik nog dit spel kunnen vinden ergens op een duistere plek op het internet en ga ik het spelen voor jullie, want hij schijnt super eng te zijn. Iemand had me dit aangeraden en ik dacht, ja, eigenlijk moet ik het wel proberen. Dus wij zitten hier in The Sinner! Ja, inderdaad. Ik zit gewoon op mijn MacBook. Ik heb een nieuwe MacBook gekocht. Maar als we op Q drukken, zien we dat het een spelletje is. En het is een horrorspelletje. Ik heb er dus ook geen idee wat het verhaal is, omdat ik er geen andere informatie over kon vinden. Behalve dan een downloadlinkje en andere video's van YouTubers die zeggen dat het een van de engste spellen ooit is. We horen een of ander bijzonder muziekje. Damn, hallo? Waarom zijn we überhaupt hier zo eng in mijn huis? Ik vind het nu al niet leuk. Mag ik... Oh, wow, wow, wow. Ho, hallo. Mag ik door die deur? Ik kan wel dwars door de deur heen kijken, maar dat is denk ik niet de bedoeling. Hoe open ik een deur in een spel? Ik vind het nu al een heel moeilijk spel, als ik eerlijk ben. Moet ik iets op mijn MacBook doen of zo? Misschien moeten we de doorlocker gebruiken. Oh, kijk. Unlock office door. Wat? We hebben serieus op onze computer een doorlocker staan. Wat een technologie, dames en heren. Even serieus. Oh! Oh, de code staat hier op de muur. Want hier staat een K, kijk. Ja. En hier zag ik net al een gekke E staan. Waarschijnlijk... Oké dan. Gaat hier ergens stiekem op de muur het wachtwoord staan om die deur te openen? Iets met een K en een E. En wat hebben we nog meer? Of is het gewoon KK? Ik zou het niet weten. We hebben een K en een E. Zullen we het gewoon eens proberen? Oh! Oh damn, we kunnen safari... Oké dan. Famous Hollywood doctor involved in the deliberate killing of a patient. Oh, waarschijnlijk zijn wij dat of zo? The first day of summer, very sunny by the way. Afternoon, the sun does not shine merciless. You could say the perfect day for a successful operation. That was probably what 23-year-old Jane Moore was thinking at the moment. Robert Valentino was about to perform an abortion. Oh, unfortunately, during the procedure, the patient died and it is unknown... Oh, what? Een abortus is verkeerd gegaan en zij, Jane Moore, is dood gegaan. Dat is best wel heftig. From what I managed to find, the victim was a single mother without any family or friendship support. She was not a single mother, but also a human being. It was a very sad moment to see someone so lonely, even for unrelated people like me. Oh, damn. 5 minuten voordat ze de operatie in mijn kamer in ging, allemaal huilen, helemaal zielig. En dat ze helemaal geforceerd was om een abortus te doen. Maar waarom is het nou fout gegaan dan? The exact causes of death are not yet known, but most people suspect that abortion doctor Robert Valentino had made a mistake. Oké, he was also abstained from speak... Oh, hij wilde niet eens over praten. Maar wat gaat dan nu het wachtwoord zijn? We hebben nu een nieuwsbericht. Niks dat hier onderin staat werkt. We hebben alleen dit gelezen. Nice. Nu moeten we nog proberen de deur te unlocken. Er moeten hier gewoon meer letters zijn. We hebben die E en die A. En die, ik bedoel die K. En dan hebben we hier... Niks. Ik snap het niet. Hoe kan er nou... Een A! Oh! A-K-E. Akke. We missen waarschijnlijk nog iets. Of... E-K... Huh? Ik voel me zo dom. Oh, wauw. Ik zeg wel dat ik dom ben, maar dat is... Is het dan niet gewoon leek? Even serieus. Dit is de achtergrond van een meer met een mooi... Ja, dit moet sowieso leek zijn. L-A-K-E. Please... Ja, we hebben onze office geopend. Nice. Laten we eens kijken wat we hier allemaal hebben. Yo, hallo, dit is mijn huis. Damn! Wat een handsome guy ben ik, zeg. Oeh, lekker kopje ook. Jeetje, kritje. Wat hebben we hier nog meer? Badkamer, een... Bebloede wc. Waarom is die bebloed? Huh. Heb ik een vrouw die ongesteld was of zo? Oh, damn. Ah! Wat is dit nou weer? Hallo? Yo? Dat was heel flauw. Dat...
Dat zijn echt zulke stomme jumpscares. Wat moeten we hier nou weer mee dan? Hallo, oeh. Oh, het is hier ook zo donker. Hebben we lichtknoppen? Waarom werken de lichtknoppen niet? Kom op. Dit is sowieso trouwens een gek huis. Hoe groot is het huis überhaupt? Ik dacht dat... Die geluiden zijn echt niet leuk. Ik dacht dat we in een appartement... Wat de heck? Ik kan niet eens hier naartoe. Ik wil naar de gang. Ik wil hier gewoon weg. We moeten echt serieus een trap op met... Oké. Hè? Boeien, demonische rituelen maken mij niks uit. Maken me ook niet bang. Ik ga gewoon deze trap op. Ja, hè? Die kaarsen zullen vast wel door mijn vriendin zijn neergelegd. En gaan we nu gewoon een hele leuke avond krijgen in onze bed. Zo, of niet? Hallo, vriendin? Ik had echt gehoopt dat mijn vriendin zou helpen. Hallo, vriendin? Oh, nee. Dit is echt zeer teleurstellend. Ik dacht een hele romantische avond, maar toch niet. Wat hebben we... Wat de heck is dit? Oh, dit is een puzzeltie. Oh, damn. Dit zijn echt zulke stomme puzzels. Je moet dit precies zo gaan bewegen dat die zeker op die vogel komt. Ja! Wat? Wat? Oké. Dat was echt heel gek. Ik heb geen idee waarom we opeens een gesmolten babyhoofd te zien kregen. Laten we hier maar heen gaan. Ik zit nog steeds te hopen op mijn vriendin hierboven ergens. Die dan zo zegt van... Surprise! Ik hoop dat je de kaars op de trap leuk vond. Oh. Ik denk niet dat mijn vriendin hier gaat zijn, mensen. Ik heb hier een zwevend briefje. Het begint wel opeens heel magisch te worden. Hi daddy, I want to tell you that I love you very much. Don't worry about what happened, it wasn't your fault. None of us is perfect and everyone makes mistakes, even you daddy. You've always been someone I've been inspired by and I couldn't imagine a better daddy than you. I am in a better place now, where no one ever experiences pain or suffer. We are all happy in here. I am waiting for you, daddy. Oh, by the way, I changed the password for the exit doors, but I can't remember where I left the paper with it. I think it is in the living room or in the kitchen, near the candle. Love you, your Dani. Ik heb geen idee. We hadden dat abortusbriefje natuurlijk. Maar was dat van... Is dit nou van ons kind dan of zo? Of wat moet ik hiermee... Huh? Dit is zo gek. Ik begrijp er echt helemaal niks van. Waarom zit hier een gat trouwens bij de trap? Wat? Oké dan. Laten we naar de living room gaan. Ik wil niet te veel gekke zijwegen inslaan. Ik wil gewoon hieruit. Ik wil naar huis. Ik ben waarschijnlijk al thuis, maar ik wil hier weg. Ik wil uit naar huis. Ja, precies. Dat is misschien nog wel erger. En we kunnen nu ook rechtdoor. Damn. Daar gaan we hoor. Waarschijnlijk de living room in. What the heck? What the? Oh damn. Oh damn. Wie ben jij? Ik vind het helemaal niet leuk. Ik vind het helemaal... God, waarom volgt ze mij nou op die manier? Dit is totaal niet leuk. Ze loopt nu ook weg. Wie ben jij? Wat doe jij in mijn huis? Waarschijnlijk moeten we haar gewoon verwelkomen. Hallo. Oh, we zijn dood gegaan, dit meen je. Dat is zo'n creepy iets. Gewoon hoe die vrouw loopt in dit huis, dat vind ik niet leuk. Daar ben ik geen voorstander van. Nou, oké, we weten dus dat we doodgaan door die vrouw als wij in de buurt van haar komen. Ze loopt nu wel de andere kant op. Misschien kunnen we haar dan nu juken. Zo van, yo, loop weg of zo. Ik weet niet wat ik doe. We moeten dat briefje zien te krijgen. Pak dat briefje. Pak het. Wat staat erop? Oh, dit vind ik heel eng. Hallo? Ah, ik ben zo bang dat die vrouw komt. Ik wist het. Het is zo stom.
Oké, ik heb het nu dus ook gekregen dat ze wegloopt bij het briefje. Waardoor wij nu heel snel dit briefje moeten lezen. Kom op, doe het. Wat staat erop? Ah, ik ben zo bang. Daddy, if this blur is blurred, then there is another paper hidden somewhere in the house. I don't remember where, but you need to hurry. Mommy is angry. Is dat onze mama? Nee, joh. Oh damn, we moeten een ander briefje zoeken. Oh nee, mama, nee. Mama, 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 jij bent zeker die ene vrouw wat over het nieuwsbericht ging. Dat moet wel. Oh shit. Nee, wat doe jij? Holy damn, ze maakt gekke Michael Jackson moves. Holy, snel wegwezen. Ook al gaat dit rennen echt ontzettend... Oh, ik ben bang. Het rennen gaat zo langzaam. Waar gaat ooit in hemelsnaam in dit godganzenhuis een ander briefje liggen met informatie over de code? Ik vind het sowieso heel flauw dat die code nog zo is veranderd. Waarom moet dat nou? Dat is soms belangrijk als je het extra veilig wil hebben, maar nu is het gewoon flauw. Want nu zit ik vast met mama achter ons aan die mij of ons wil doden. Geweldig. Oh my god, wat heb ik gedaan? Voor mij heb ik het spel verpest. Hallo? Ik wil niet zeggen dat ik het spel heb gesloopt. Hallo, vrouw van mij. Ik heb net alles opnieuw moeten doen en nu moeten wij waarschijnlijk opnieuw dat... Huh? Oh jeetje, ik was ze kwijt. Doe nou niet zo flauw. Ik dacht oprecht van, wat is er nou? En dan staat er dan gewoon links om het hoekje een beetje stoer te doen, hè. Ja, kom dan. Je achterlijke. Hier, ik ren gewoon bij jou voorbij. Doet me helemaal niks. Ik ben ook niet bang voor jou. Nee, je mag wel heel creepy achter me aanlopen. Maar ik weet toch wel dat jij mijn vrouw bent. Dus mij geen kwaad zou doen. Mag ik hopen. Maar ik moet even heel snel dit briefje lezen. Oké, hebben we gedaan. En nu moeten we snel wegrennen. En moeten wij op zoek gaan naar... Het laatste briefje. Zal dat briefje in deze badkamer liggen? Ik heb geen idee. Je zou toch echt... Auw! Oh, wauw! Oh, wauw. Wat staat daar? Toluca? Waar is een Toluca? Ik ben trouwens nu heel bang dat er iets hier gaat gebeuren. Moeten we nou Toluca in mijn computer gaan invullen? Oh, Toluca, we proberen het wel. Kom maar door. Toluca op de computer. De door, kantoordokker. We doen het. Toluca, probeer het. Shit, dat was niet goed. Ik ben zo bang dat die vrouw hier opeens gewoon op me af komt draven of zo. Dat ze blijkbaar opeens kan rennen. Dat zou wel een hele goede plot twist zijn. Oh, damn. Ga gewoon naar deze deur. Want dit is waarschijnlijk de uitgang. Toluca! Toluca, sesam open nu! Waar moet ik heen met Toluca? Dit is zo gek, hé. Kom op, we spelen hier al een stomme verboden horrorspelletje. Nu moet ik het ook nog uitspelen ook. Maar ja, wat we met Toluca moeten doen, dat weet ik niet. Oké, ik heb even mijn readme ding gelezen. En we moeten op P drukken bij een exit deur. En dan kunnen we nu intypen Toluca. En dan drukken we op die. En nu zijn we vrij... Oh, damn. Did we do it? Ik heb volgens mij het verboden horrorspelletje uitgespeeld. Er staat to be continued. Helaas gaat dat niet gebeuren, want het spel is dus gewoon compleet gecanceld. Maar we hebben dit wel even uitgespeeld. We hebben het spel gevonden en het was een heel bijzonder spelletje ook. What the... Hij was best eng, moet ik toegeven. Er zaten echt goede momenten in. Ja, ook wel weer heel vaag. Maar ik heb genoten van dit illegale, verboden horrorspelletje. Heb je dat ook gedaan? Druk op dat blauw duimpje omhoog. Klik je naast heel veel over dan. Dus abonneer, reageer. Koop mijn merchandise, doe dat allemaal. Dan ben ik heel erg blij. Dan heb ik nog maar één zeggen tegen jullie. En dat is... Doei mensen!